Goedemorgen allemaal. Hier volgt de instructie voor het rekenen van vandaag. Werkboek blok 6, les 4. Hiervoor heb je nodig de blauwe kant van je schrift. Les 4. En les 4 gaat eigenlijk een beetje door op wat we gisteren al gedaan hebben. Gisteren hebben we gekeken, een deel van een geheel, hoeveel kost dat? Je weet hoeveel kost de hele taart. Maar ik ga maar een stukje van de taart kopen. Ik hoefde dus niet de hele taart te betalen, maar alleen het stukje wat ik meeneem. En hoe reken je dat dan uit? Daar gaan we vandaag mee verder. Je kijkt in je werkschrift. En de les die staat op bladzijde 13. Ik laat het even zien met het FS-schrift. En straks ga je beginnen met de startopdracht. Maar voordat we de startopdracht, voordat je die gaat doen, gaan we even thuis ook doen wat we in de klas ook wel doen. Namelijk, we gaan even zorgen dat onze hersenen op de juiste stand komen. En het is in dit geval tafels. We hebben de tafels nodig weer vandaag. Want we gaan ook delen en we hebben ook de keersommen daarbij nodig. Daarvoor ga je even nu bedenken. Waar ga jij straks op staan in huis, wat je normaal nooit mag? Maar nu mag het even van mij. Bedenk even, waar ga ik zo meteen op staan? Moet het ook niet gevaarlijk zijn? Waar ga ik zo meteen op staan? Ik heb al wat bedacht. Als je dat zo meteen ook bedacht hebt, dan ga je even de tafels die jij nog lastig vindt, pingpongen. Dus je moet even iemand in huis zoeken. Er is vast nog wel iemand anders thuis met wie jij gaat pingpongen. Ik ga dat nu even samen met juf Hilal doen. Juf Hilal die filmt mij. Dus je kan haar niet zien, maar ze is er wel. Dus wij gaan even de tafel van 5 pingpongen van jullie. En ik begin. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. Vijf. We zijn klaar. Yes. En ik heb gekozen om op de tafel te gaan staan. Yeah. Volgens mij waren we super snel, hè? Ja, zeker. Hè? Yeah. Ik ben benieuwd hoe snel jullie waren. Oké. Okay. Als je dit nu met een paar tafels hebt gedaan die je lastig vindt, ga je daarna verder met het rekenen. We kijken weer even naar het werkschrift. En ook vandaag loopt het bord weer vast. Dus ik ga toch proberen je een beetje hier te laten zien. En het stukje wat op het bord werkt. Kijken wat werkt en wat niet werkt. Je begint straks toch nog even met de startsommen op te schrijven. En daarna komt er eerst... Ga kijken of je het doet. Even kijken. Hij laat nu de hulpsom zien. Dus ik ga met jullie de hulpsom nog even doorlopen. En je ziet de breuk. En ik zie dat ze... Het gaat over vierde. Want de hele cirkel is in 4 stukken verdeeld. En ik zie 3 blauwe stukken en 1 rood stuk. En als ik nou kijk, dan zie ik hier dat rode stuk. Dat zijn kinderen met een A, B en C diploma. Dat is meer dan ik heb. Ik heb er maar 2. En kinderen met een zwemdiploma A en B. Dat zijn de kinderen in het blauw. En alle kinderen bij elkaar, dat zijn er 24. Als ik nu wil weten, 1/4 deel van de kinderen heeft zwemdiploma A, B en C. Dat rode stuk. Als ik wil weten hoeveel kinderen dat dan zijn, daarvoor moet ik dus 1/4 deel van 24 uitrekenen. Je ziet in dat blauwe wolkje, dat is je hulpsom. 24 gedeeld door 4, dat is 6. Want
weten de keersom die erbij hoort. Denk even, welke keersom hoort hierbij? 4 keer 6 is 24. Dus 24 gedeeld door 4 is 6. Dus 1/4 deel is 6, zijn 6 kinderen. Als ik dan wil weten, 3/4 kinderen, 3/4 deel, hoeveel kinderen zijn dat dan? Nou, ik weet, 1/4 deel was 6. Dus dan ga ik 3 keer 6 doen om uit te rekenen hoeveel 3/4 deel, hoeveel kinderen dat zijn. Nou, dan weet ik, 3 keer 6 is 18. Want dit zijn 6 kinderen, dit zijn 6 kinderen en dit zijn 6 kinderen. 3 keer 6 is 18. Dus in deze klas hebben 18 kinderen hun A en B diploma. En 6 kinderen hebben hun A, B en C diploma. Gaan we even kijken naar som 1. Dan ga ik hopen dat hij het nu wel doet. Dat doet hij niet. Ik probeer het weer even vanaf mijn computer of hij het dan wel doet. Yeah. En dan zie ik dat hij nog een oefensom laat zien voordat hij... Gewoon de som laat zien. Hoeveel kinderen zitten op judo? Ik zie judo. Kijk ik hier. Het zijn de, is het rode stuk. En de blauwe. Het zijn er veel meer. Die zitten op voetbal. Oké, nu willen ze dus weten hoeveel kinderen zitten op judo. Dan ga ik eerst even kijken. 1, 2, 3, 4 stukken. Dus ik moet het aantal delen door 4. Dan weet ik hoeveel kinderen 1 stuk is. Nou zeg dat er totaal 20 kinderen zijn. Dan moet ik dus weten 1/4 deel van 20. Daarvoor ga ik dus 20 delen door 4. Dat is 5. Want 4 keer 5 is 20. Dus dan weet ik, 1 zo'n stuk zijn 5 kinderen. Dus er zitten, als de hele klas 20 kinderen is, zitten er 5 op judo. En er zitten er 3 keer 5 op voetbal. Dit zijn er 5, dit zijn er 5 en dit zijn er 5. 3/4 deel en dit was 1/4 deel. Daarvoor 3/4 deel doe ik 3 keer 5. Is 15, want die 5... Dat was 1/4 deel, maar ik moest 3/4 deel uitrekenen. Dan kijken we naar het werkschrift. En dan zie je dat precies zulke sommen je gaat maken op bladzijde 13 en 14. En volgens mij ook eentje op bladzijde 15. Om te weten wat je nou precies, welke sommen je precies moet maken voor vandaag, kijk je even op je schema van de dag. Zijn er nog vragen? Dan hoor ik het graag. Veel succes jongens, zet hem op.